Deze beschouwing is in mijn nieuwe studio. Ik heb mijn studio geüpgrade. Mijn programmeeropname studio. Je zou moeten weten hoe ik werk. Dan word je stikjaloers, denk ik. Oh ja, en by the way, dit gaat over gelukkig zijn in coronatijden. En ik sleur er ook nog wat bij. Ook wel een beetje naar een antwoord toe. Dat is echt een typische beschouwing. Het is vrijdag. En het is 8:10 s'avonds. Je kan zeggen dat dit het begin is van de Sabbat. En daar ga ik het ook over hebben. Wat dat inhoudt. En ik ga het over andere dingen hebben. Ik ga het hebben over het laatste avondmaal. En ik rook een shaggy. En ik drink er een biertje bij. Dus dat wordt echt leuk. Voor degenen die mij minder goed kennen, ik ben ongeveer een jaar geleden rabiaat gestopt. Ik ben gaan vasten. En dat vasten heeft mij opgeleverd dat ik een jaarcontract heb als schoonmaker. Op een van de moeilijker locaties van de plek waar ik werk. Iedereen heeft respect voor mij. Met name mijn collega's. Die zeggen, nou, dat is geen makkelijke plek om schoon te halen. Er zitten nog wat rare druiven tussen. En ik ga er fluitend doorheen. Dat kost me wel wat hoofdbrekens. En dat is gelukt. En dat was helemaal niet makkelijk. Dat is niet waar. Spitsroeden lopen. En je komt als schoonmaker ergens binnen en dan blijkt je plotseling een deel te zijn van de dagelijkse... Ja, hahaha. En dan moet je mij leren kennen. Ik ben nogal Pietje Precies. En ik ben geen Piet Leut. Dat begrijpen sommigen niet helemaal. Ik ben geen Piet Leut. Ik ben een Pietje Precies. Heel flexibel. En een Pietje Precies. En mijn baas, die vindt dat meer dan oké. Ik moet zelfs tegen mijn baas af en toe zeggen, dat was van de week nog, dat ik met een ding kwam. En dat hij zei, oké, dat ga ik gelijk regelen. En dat ik tegen hem zei van, wauw, ik wil alleen maar dat ik het even hoort en ik ga nog even vragen, want misschien hoef je wel niks te doen. Ik wil mijn baas niet lastigvallen. Maar hij begrijpt dat. En dan gaat hij het regelen. Want ik liep naar hem toe, het was vanmiddag volgens mij. Nee, dat moet gisteren zijn geweest. En toen zei ik tegen hem, ja, over dat ding, ja, of je het toch wil regelen. En toen zei hij, dat heb ik al geregeld. En dat is mijn baas. Ik zei, wat krijgen ze dan? En ja, hij zei, gewoon dat goede spul. Ik zei, oh, gaan we gooien met geld. Ja, ja. Een hele aardige man. Heel betrouwbaar. Je moet in het uniform aan het werk. En hij is de baas. Dus geen gesmoesjemoes met teamleiders van de locaties. Daar heeft hij een broertje dood aan. Als je wat te mekkeren hebt, moet je naar hem komen. En voor de rest kom je daar om schoon te maken. En andere dingen zoals op de foto gaan en koffie drinken, dat is allemaal leuk. Maar daar word je niet voor betaald. En dat is mijn baas.
Ja. Nou, dat ben ik helemaal met hem eens. Dat vind ik ook. Als ik baas was, hè. Maar dat ben ik niet. Maar als ik baas was, zou ik dat vinden. Wat is dat nou? En dan, ja, een beetje... Ja, het is niet Albert Einstein of zo. Terwijl Albert Einstein al helemaal niet aardig was. Maar hij is dus heel anders dan Albert Einstein. Hij is echt aardig. En hij maakt grappen. Ja, gewoon grappen. Hij is een beetje zo'n soort maffiabaas. Ja, lekker zongebruind. Met hem gaat altijd alles goed. En hou hem in de gaten. En dat is ook de bedoeling. Dat vind ik helemaal oké. Okay. Hey, ik ben blij. In tijden van corona. De corona interesseert me echt geen ene meter. Ik kwam vandaag op mijn werk. Ik heb maar 3 uur gedraaid vandaag. Dat is toch een geweldige tijd. En dan was die vrolijkert, die mokro. I am proud to be a mokro. Heel leuk gozer. En die heet ook iets van een vrouw, dacht ik. Dus nou, wordt nog wat. Een totaal pro-Koran. Van de Bijbel weet hij niet meer dan dat daar dezelfde namen in genoemd worden als ook in de Koran. Dus Mozes, Jesaja misschien ook wel. En Christus wordt ook genoemd. Isa heet hij. Dus voor hem is het zo, ja, christendom, dat hoort bij ons tot het rijk van degene waar je respect voor hebt. Want je kan niet tegen Mozes zijn. Nou, met hem kan ik heerlijk kletsen over het geloof. Vooral het oud-testamentelische. Spreuken. Vindt hij geweldig. Dus spreuken was het van een hardvochtig woord of zo. Vermeerderd wrok en een zachtmoedig woord. Nee, maar, ja, een krenkend woord, vermeerderd boosheid en zoiets. Maar hij snapt dat. Vindt hij geweldig. Ja, dan kwam vanmorgen binnen en hij was weer op de dienst. Ik had hem al een tijdje gemist. Ik denk, weet ik, bezuinigingen of zo. Hij was er weer. Net als altijd, hè. One big smile. En hij wilde weten hoe het met mij ging. En ik, nou ja, ik ben momenteel echt de king of the hill. Ik ben nog nooit zo op mijn plek geweest als waar ik nu ben. Voor zover het gaat om geld, ben ik helemaal gecoverd. Heb ik een batterij aan sociale vaardigheden, dan heb ik jou daar. Dus ik red mijn lullige Pipsy wel uit. Want ik weet precies hoe het werkt. Een schoonmaker die handel. Ja, ook in de hoekjes. Vandaag is een mooie op mijn werk. Dat het washok aan de ene kant. De andere kant die doe ik helemaal. Maar aan die ene kant daar is een vrouw. En die beheert echt het washok. Daar worden de meeste dingen gedraaid en... En met haar wel een discussie gehad van ja, ik wil eigenlijk dat mijn washok ook schoongehouden wordt. En dat vind ik ook. Dat is mijn eer te na om dat niet te doen. Want ik ben van de schoonmaak. En ik heb 22 uur gekregen van mijn Sinterklaas. Mijn baas. En die vindt dat mooi genoeg. Hij vindt het moet in 22 uur kunnen. En dan erbovenop eisen stellen. Ook dit en ook dat. Gewoon niet lullen, maar poetsen. Nou, even over dat washok. Ik zei nou, ik keek op de klok. Want ik op mijn waskar heb ik een reiswekker liggen. Een tik-tok gaat de klok. Want
Als ik klaar ben met poetsen, dan moet de waskar afgetuigd worden. Die moet gedesinfecteerd, lalala, helemaal schoon uit elkaar. Dan moet die klaarstaan voor de volgende dag. Een stofzuiger, een schone zak en de stofzuiger schoonmaken, AUB. Ja, ik doe dat. Elke week. Want het hoort. Maar je bent van de schoonmaak of niet? Dus al je materialen zijn ook schoon. Ik leer er zoveel van, hè? Maar zo werkt het dus. Ja, dit is geen grapje wat ik nou zeg. Al die mensen met diepe theorieën over het wezen van de dingen. Het is eigenlijk, we leven in een simulatie. Ja, in een simulatie van de werkelijkheid, dacht ik. En we leven nog steeds in de werkelijkheid. Of je leeft in een simulatie van de werkelijkheid. En in jouw simulatie is dan Bill Gates de rijkste man ter wereld. Maar in mijn simulatie is Bill Gates een of andere nono met te veel jeugdpuisjes. Een lid van een rijke familie en dan heb je het gehad. Helaas voor William B. Gates III. Je mag nog hopen dat die kerel de rijkste man ter wereld is. Is hij nog wat geworden in zijn leven? Maar dat laatste is niet het geval. Want de meeste poen die zit bij dat communistische onder de tafel achterkamertjes gebeuren. Wat al millennia bekend staat om haar euvele daden. En wij maar denken dat Bill Gates het wel goed belooft. Goed bedoeld. Op een manier die hij waar kan maken. In plaats van wat Bill Gates heeft gedaan. Ik kom nog aan mijn punt hoor. Dit is gewoon voor de vrijmiddag. De Sabbat. Daar gaat het om. Het is Sabbat voor mij. Ik ga niet werken. Ik ga de Heere prijzen. Want die is de enige. Het protestantisme. Wat mij betreft is dat een slap aftreksel van wat christendom inhoudt. Goed bedoeld. Daar heb ik helemaal geen moeite mee. Ik ben niet een anti-Lutheriaan. Maar ik kan mij niet Lutheriaan noemen als meneer Maarten Luther een werkje heeft geschreven onder de titel De Joden en hunner leugens. Punt. Ik heb helemaal geen zin om te gaan zeggen, ja, maar je moet het zien in het tijdsbeeld. En dit was gezeur. Gezeur wat ons niet past. Hij had kunnen zeggen, Maarten Luther, er zijn leugenaars. Klaar. En voeg dat wat toe aan het Oude Testament. Ik dacht het niet. En dat Maarten Luther constateert dat een aantal van de ergste leugenaars afkomstig zijn van een bepaald ras of cultuurgebeuren of papa, mama, lalalala, clans, familie, hoe het ook maar in elkaar zit. Maar ja, het zijn wel de Joden. Dat is gezeur. Dat is in die dagen was dat zo. Ja. Het heet een empirische waarneming. Natuurlijk gaat het niet om Joden als je het hebt over liegen. Het gaat over zondaars. Over doden. Over degene die de dodelijke zonde begaan door te liegen. Daar gaat het over. En of ze van Joodse afkomst zijn of dat ze uit Senegal komen. Wat maakt het een mens uit? De Mozambicanen en hunner leugens.
Ja, maar dat was in die dagen zo, hoor. Dat was Mozambique. Nou, jongen, dat, als je in Mozambique kwam, dan wist je zeker, hè. Dan wist je echt helemaal zeker, man. Dat was, oh, niemand moest je. En terecht, hoor. Want als je in Mozambique kwam, nou... Kijk, dat staat dus allemaal nergens op. Maar dat vind ik niet erg. Ik ben niet boos op Maarten Luther. Over de dood en niks dan goeds. Maar als je mij vraagt, is dit nou een... echt dat ik denk van, nou, wat leuk aan het protestantisme. Is dat? Nee. Dat is helemaal niet leuk. Niet aardig. Niet vriendelijk. En oordelend. Oordelend. Ja, toch? En voor de rest, de naam. Protest. Protest tegen wat? Nou, protest tegen Babylon, tegen de katholieke kerk, weet je wel. Protesteren tegen Babylon? Babylon is een straf. Protesteren tegen je straf? Omdat jij zo ongelooflijk goed bent? Dat je die straf niet had verdiend? Ja, ik wil... Ik laat maar een pauze vallen. Maar Babylon is een straf. Meer niet. Het is een straf voor idolaterie. Dat is wat wij ons moeten beseffen. En hoezo kan je protesteren tegen je straf? Als ik het wel heb, was het probleem met Caïn, is dat hij zei, mijn straf is te groot. Ik vlucht weg. Waar naartoe? Wat wil jij dan? Accepteren, dacht ik. Het is de wereld waarin je geboren bent. Beseft het heel goed. Niets is er om je over te beklagen. Had je niet geboren willen zijn of zo? Wat is dat voor onzin? Word een beetje wakker. En het protest dat je tegen iets bent, ik ben tegen kernenergie en heb je allemaal bewijzen voor, want dat kan niet, en wat gemutileerde kinderen, en ik ben tegen kernenergie. Dat is een temporeel statement. En dan kun je zeggen, ja, maar Babylon, dat was echt, dat wordt nooit beter. Ja, dat klopt. Maar hoezo moet je het daarover hebben? Wat wil je nou in de plaats zetten van Babylon als je het helemaal weggeklaagd hebt? Wat komt daarvoor in de plaats? Een stelletje ongelovige nietsnutten? Wees blij met die BTW-verhoging. Dus je straf. En die draag je. En de rest niks. God heeft het al lang gezegd dat het zo was. En wij denken van, ja, kijk ezels, hè, in het algemeen, die stoten zich geen twee keer aan dezelfde steen. En dat komt omdat de ezels, die zijn als evolutionair vooraf gegaan. En wij moeten dat nog leren. Dat is allemaal Darwin, is dat. Survival of the stupidest. Dat is wat wij geloven. Laten we eerlijk zijn, want het maakt mij niet uit. Maar laten we als je
alsjeblieft elkaar geen mietje noemen. Want dat is beledigend. En ik noem jullie ook geen mietje. Ben jij maf. Ik had het over het protestantisme en de Sabbat. En voordat ik daarover ga beginnen, wil ik even stilstaan bij die protestante gebouwen. Wat is dat? Een gebouw. Nou, dat is de kerk. Nou, niet echt. Want in het Grieks staat daar duidelijk Ecclesias. Ja, maar in de King James is dat vertaald met church. Ja, in de zin dat het toen betekende de gemeenschap. Want dat betekent het namelijk. En niet een gebouw. Nul, not, never niet. Het is nooit zo geweest. Klaar. We hebben geen gebouwen nodig. Gebouwen vergen onderhoud. En wat nou als we allemaal aan de bedelstaf zitten en we kunnen het gebouw niet meer betalen? Is dan de kerk enigszins kapot? Nou, dan had je geen kerk. Het is niet het kerk. Het is de kerk. Het is het huis en de tent. Even een Nederlandse les voor degenen die Nederlands willen begrijpen. Het is de vader, de moeder en het kind. En het is niet het kerk waar we voor moeten zorgen. Nee, het is de kerk en daar hoeven we niet voor te zorgen. Want de kerk is er als er een gemeenschap is. Dat is de kerk. En het protestantisme, dat begon gebouwen te timmeren. In de gedachte van, nou, hebben we onze eigen kerk. Dat is belachelijk. Dat sloeg nergens op. En wat al helemaal nergens op sloeg, was een soort dwangmatigheid. Dat je er ook naartoe moest. Want anders zou het gebouw voor niets in elkaar zijn geflanst. Een soort van, het gebouw staat er nu één keer en dan gaan we er allemaal op dezelfde tijd gaan we er naartoe. En wat gaan we dan doen? Koffie drinken. En het gehannes met het avondmaal. Dat een blunder van de protestante kerk. Kijk, als je dan ergens tegen protesteert en Luther had helemaal gelijk, die aflaten, dat was goddeloos. Dat is pure maffia. En dat geld hebben wij tot op de dag van vandaag niet teruggekregen. Ook niet dankzij het protestantisme, wat even vergat om terug te vragen al die poen die betaald was en die aflaten. Want dat was toch ons geld, of niet? Wij zijn voor de gek gehouden door een stelletje hassenflassen, people the clowns, kinderneukende homo's. In de zin van homoseksueel, dus sodomiet. Daar bedoel ik geen homo sapiens mee, want dat zijn ze niet. Ze hebben ons besodemieterd. Ja, terug met die poen natuurlijk. Kijk, dat is protestantisme. Dat is protestantisme met een paar ballen. In plaats van een stelletje slapje aan of zo. Dat is wat ik vind van het protestantisme. En dan wil ik die mensen niet mee het is allemaal niet te verwijten. Maar het is niet goed genoeg. Je kan niet je bestaan ontlenen aan dat je een protest bent tegen iets al eeuwenlang slechts. Dus dat het slecht is. Want dat weten we. Het katholicisme, dat is Babylon, dat praat over heilige Maria, moeder van God, en dan kan jij naar huis. Dat mag je hopelijk inmiddels weten. Dat is niks nieuws.
Dat is al 2000 jaar zo. Het is God de Vader. Punt. En daar kunnen we nu een ellenlange discussie over gaan houden met waarom dat zo is. Maar dat doen we nou niet. Dat doe ik een andere keer wel. Want ik ga het hebben over de Sabbat. En de grootste blunder van het protestantisme. Iets wat ze niet in de gaten hadden. In Genesis 1 staat dat een nieuwe dag begint met de avond. De zonsondergang. Dan begint een dag. Pak je Genesis boek er maar bij. Heel eenvoudig. Genesis 1 en de rest. Genesis 1 vers 1 en de rest. Dat staat er. Ik praat geen poep. Dat is hoe het in elkaar zit. En als jij je alleen maar loopt te ergeren aan het misbruik van de Bijbel voor politiek gewin, waar ben je dan mee bezig? Want dat de Bijbel misbruikt wordt voor politiek gewin, ja, wat dacht je nou zelf? Als we het hier hebben over het woord van God. Hoezo is er een wereld denkbaar waarin het woord van God niet, helemaal nooit niet, misbruikt zou worden voor politiek gewin? Wat voor wereld is dat? Fantasialand of zo? Heb je wel eens naar je eigen gekeken? En je moeder, en je vader? Zulke fantastische mensen die nooit dat soort dingen zouden doen? Nou, dat weg. Tuurlijk is er gebeurd. Is het jouw schuld? Nee, dat zeg ik helemaal niet. Het is gebeurd. Punt. Is het erg? Ja. Zat het eraan te komen? Ja. Hadden we liever het woord van God niet gehad? Nee. Liever hebben wij vertrouwen in dat wat de ouden vroeger hebben opgeschreven. In plaats dat wij de geschiedenis opnieuw gaan lopen uitvinden. Ja, eerst kijk, dat was dus mannetje vrouwtje bijvoorbeeld. Hè? Nou, dat was dus echt ouderwets. Als je bij een man, hè, als je zijn penis eraf hakt, hè, dan is het net een vrouw. Ja, ja. Ik weet dat er mensen zijn die denken zo. Ik heb ze ontmoet. Ik ken er eentje en die zei, die had zijn eigen zoon onder de douche weer eens gezien. En hij zei dus ook van, nou, het is net een vrouw. Goed gelukt die operatie. Daar was hij wel blij mee. Want zijn zoon wilde graag een vrouw zijn. En hij had het dus gezien dat zij nu echt vrouwelijk was. Want die was gecastreerd. Ik verzin dit niet. Dit heb ik echt live dingens. Die vader is het, by the way, een beetje een paniekvogel. Die verliest makkelijker de controle over zijn woord dan veel vrouwen. Die meer zoiets hebben van, ach, dingen gebeuren. Je hoeft niet gelijk schreeuwend op mij af te komen en het fornuis te gaan brengen en pannen uit mijn handen te rukken en je doet alles niet goed en daar hou ik niet van. En ja, ik had geblunderd. Dat klopt. Laat mij blunderen. Het is niet zo dat de politie zo dadelijk al komt. Die bellen we wel af. Het was Perry die bezig was. Ik ben de vrolijke noot in het geheel, namelijk. Daar hou ik van. Nee, dat is de wereld waarin we leven.
idolaten. Mensen die hechten aan een beeld. En sodomie is de straf. En zo is het. Zo was het in de dagen van apostel Paulus. Die was in Rome en die was stom verbaasd. En hij kon concluderen dat die sodomie van Rome, dat dat een straf was. Het kan alleen maar een straf zijn. Meer niet. Mensen worden gestraft door God vanwege een sodomie. Met sodomie moet ik zeggen. De sodomie is de straf. Maar als je er één keer in ziet wat Paulus bedoelde, dan snap je het. Dus je bent idolaat, dan word je door de idolaterie gestraft middels sodomie. En die sodomie is je straf. Zo zit het in elkaar. En de mensen die jou zien sodomieteren, die denken alleen maar, oh, die krijgt straf. Dus je ziet een vrouw over straat lopen met belachelijk veel make-up. En dan weet je dus dat die vrouw haar straf draagt. Het is haar straf. Die vrouwen die worden gestraft met een kwartier per dag zichzelf op te schilderen. En dat telt op hoor. Dus een kwart uur en dan een jaar heeft 400 uren zeg maar. Dus dan moet je 100 uur per jaar jezelf opschilderen. Dat is je straf. Meer niet. En die mensen lopen met het teken van hun straf over straat. En dan kan iedereen zien dat ze straf hebben voor hun sodomie. Dat meen je niet. En mensen betalen er ook voor. Dus make-up is niet goedkoop. Om die reden ook. Het is een straf. Zo moet je het zien. Ja, maar hoe zit het dan met homo's? Ja, gelijk. Het is een straf. Er zijn onderzoeken gedaan naar de levensverwachting van mannen met een homoseksuele aard. En die ligt beduidend lager dan de levensverwachting van een mafketel zoals ik, die daar niet aan doet. Ik, mijn soort, word ouder. En niet 1 jaar, niet 2 jaar, nee. 10 jaar, 15 jaar, 20 jaar, 30 jaar. Zoveel ouder. Homoseksualiteit is een straf. Sodomie is een straf. Het komt van idolaterie. Dus mensen die zich bezighouden met seks, die gaan die seks idolatereren. Die maken daar een beeld van. En dat aanbidden ze dan. Ze aanbidden die seksuele high. Zo. De Fransen die spreken over het orgasme als de kleine dood. Le petit mort. Dan ga je heel klein beetje dood. Dan is het, ah, ah. En als je dat gaat, als je dat een beeld maakt, dan kom je er al snel achter dat veel vrouwen denken, wat een gedoe en zo. En dan met mannen die er ook hebben, dan kan je dat samen gaan doen met mannen. En dan heb je de extase ook. Het punt is, je bent bezig met idolaterie. En dit is je straf. Want je zit je tijd te verkwisten. En het kost geld. En levensjaren. In de regel.
Idolatrie is een groot punt. Het is een hele lastige om te vermijden. Want het lijkt zo gezellig. En het protestantisme, die heeft die idolatrie voor die gebouwen gehandhaafd. Weliswaar werden die gebouwen sober uitgevoerd en dan nog was het de kerk. Het bleef hetzelfde. En de allerlulligste nalatigheid is het niet herstellen van de Sabbat. Maar blijven vasthouden aan die zonneverering. Dat vind ik onbegrijpelijk. Dat kan geen protestant mij uitleggen. Heel erg zwak. Want waar is je protest dan? De dag begint met de nacht. En niet op zondagochtend. Allemaal opschieten, want de dag begint. Nee. Allemaal opschieten, want de nacht begint. Zo staat het in Genesis 1. Bij zonsondergang begint de tweede dag. Look it up. Ik heb er nou even geen zin in. Pak het er maar zelf bij. De King James moet je hebben. Natuurlijk. Want dat is de Sabbat. En er is helemaal niks mis mee. Om het woord Sabbat te eerbiedigen. Daar waar het gebruikt wordt. In het Italiaans en in het Portugees en in het Spaans. En zelfs in het Russisch, dacht ik. En dat noemen wij zaterdag. Dat mogen wij best doen. Dat maakt niet uit. En het is die dag. Want iedereen is het erover eens dat de Sabbat begint op vrijdag bij zonsondergang. Punt. En dat is precies zoals het moet. En dat had het protestantisme moeten doen. Hebben ze niet gedaan. Dat is geen pluspunt. Het had die lui mooi te kakken gezet. Het was onverenigbaar geweest. En dat was beter geweest. Maar we bleven stiekem meedoen, nee niet stiekem, nee openlijk meedoen aan een hullie zondag van de zonnevereerders, snappie, van Babylon. De dag begint als de zon opgaat. Nee, de dag begint als de zon ondergaat. Dat is het beginsel van Genesis 1. En als je dat al niet eerbiedigt, wat heeft de Sabbat eerbiedigen dan nog voor zin? Ja, het is de zevende dag. Nee, het is de eerste dag. Eerst houden we Sabbat en dan begint de eerste dag op zaterdagavond. En dan gaan we lekker aan de slag. Het is een kwestie van naamgeving, meer niet. Maar niet de zondag als eerste dag. Dat is een foute naam. En hoe moet ik het woord Sabbat spellen? Sunday. En hoe kon Maarten Luther dit nou niet belangrijk vinden? Of Calvijn? Dat begrijp ik niet. Jij wel?
waarom mee blijven doen met die Romeinen? Deed Christus mee met de Romeinen? Ik geef je maar een paar seconden om hierover na te denken. Ik zeg niet dat ik de waarheid spreek. In de zin van dit is het allerbelangrijkste wat je kan zeggen over het protestantisme. En ik spreek de waarheid als het gaat over het eerbiedigen van de Sabbat. Wat ze niet doen. Niet in de essentie van Genesis 1. Want dan zou die beginnen bij zonsondergang. De Sabbat. En waarom niet de zaterdag, wat die heet in het Italiaans en in het Spaans en in het Portugees, heet die Sabbat of Sabbat Deo. Dat is dan van eigenwijs gedoe. We doen toch maar een beetje mee hoor met die katholieken, want het is wel handig, want dan kunnen we allemaal op maandag aan het werk. Hoor je wel wat je zegt? Een eenheid vormen met Babylon. Wat is er voor een protest? Ja toch? Dat is een slappe piemelgedoe, of niet? En daarbovenop. Wij kennen het verhaal van het laatste avondmaal. En dat Christus heeft gezegd. Gedenk dit moment. Heeft Christus toen gezegd, gedenk dit moment op afgesproken tijdstippen en die worden nader bepaald door een of andere gozer in een jurk? Denk je dat echt? Waar is je compassie? Waar is je begrip? Daar gaat het mij om. De katholieke kerk heeft dat moment ongelooflijk vernederd. Ze hebben het lichaam van Christus als brood omgetoverd tot een toverkoekje. Wat nergens naar smaakt. En de wijn, die werd slechts gedronken door de zuiplap die achter een kansel stond. En wat hebben de protestanten daarvan gemaakt? Iets beters? Ik was bij de Pinkstergemeente en daar mochten de volwassenen een slokje wijn nemen. Bah! En de kinderen kregen niks. En dat mocht alleen maar één keer per jaar. Heb Christus dat gezegd? Gedenk dit moment, maar niet meer dan één keer per jaar. Wat heeft protestantisme nou te maken met luisteren naar wat Christus zei? Oh, we weten al wat hij zei hoor. Hij was één keer per jaar hè, en dan de kinderen geen wijn en dan de volwassenen wel. Schandalig. Echt schandalig. Het gaat helemaal voorbij aan dat wat Christus zei. Namelijk, dit brood is mijn lichaam en die wijn dat is mijn bloed. De dag voordat meneer... La. En hij wist het allemaal. Dat moet je beseffen. Dat moet je aannemen. Dat moet je geloven. En dat gaan we doen.
En ja, dat jij zegt, ja, ik doe het altijd in verenigingsgebod. Dat vind ik wel belangrijk, hè? Dat we allemaal tegelijkertijd dat moment herdenken. Want ja, kijk, Christus zegt wel, gedenk dit moment. Maar ik denk dan, ja, hoe dan? En hoe moet je dat dan gaan denken? En dan denk je, nou, ik ken de club, hè? En dat doen we dan één keer per jaar, hè, bij de Pinkstergemeente. En dat vind ik ook. Ja, het woord sufkut, dat mag je dan op internet niet zeggen. Dus bij deze dan mijn excuses. Ook voor al die heren die ik hiermee beledigd heb. Maar dan ben je toch gek in je achterhoofd of wat? Hoe kan Christus dit bedoeld hebben? Daar moet je bij stilstaan. Wat zei Christus toen hij zei, dit is mijn lichaam. En hij had een stuk brood in zijn handen. En bij die wijn zei hij, dit is mijn bloed. Wat zei die gozer dan? Hey, dat moet je gedenken. En als je dat dan doet, en jij vindt het toepasselijk om op de Sabbat dat in het echt te gaan doen. Dat kan ik me voorstellen. Dat je er even bij stil gaat staan met wat hij dan mogelijk zou bedoelen. Want je hebt de hele dag werkverlof. Kijk, dan gaan we ergens over praten. En hoe vieren we dan een Sabbat met het laatste avondmaal erbij? Eens in de week gaan we lekker eten met een glas rode wijn en wij gedenken wat Christus zei. Als het kan natuurlijk. En soms kan het niet, nou dan kan het niet. Volgende week weer bingo. En dan hebben wij brood en rode wijn. AUB, geen witte bubbeltjes wijn, want dat slaat nergens op. En wat voor brood? Nou, broodbrood. Geen tierlantijnen met kippen, embryo's erin en suiker, al helemaal niet. Broodbrood. Je begrijpt het wel. Je hebt van het gras, dat noemen we graan. En daar heb je die korrels van. Die worden gemalen, iets met water, iets met, we moeten maar kijken. En bakken met die handel. En dat eten we, dat heet brood. En ja, je lichaam kan daar van alles van bouwen. Bijvoorbeeld een hele dikke buik. Dat is geen enkel probleem met brood. En brood smaakt lekker. Maar het is een beetje droog. En daar drinken wij een glaasje rode wijn bij. En dat doen we rustig om 12 uur 's middags, want het is Sabbat. Kijk, dat is het moment gedenken. Bijvoorbeeld, ik zeg maar wat. En wat ik ook heel belangrijk vind, is dat jij niet op een sabadeo, op Siciliaans, of Portugees of zo, zaterdag, hè. Jij kan het even niet. Ja, dan is het zondag voor jou sabbat, of maandag, of dinsdag. Maar eens in de 7 dagen, en houd het een beetje in de gaten, houden wij sabbat. Punt. En jij iedere week op dinsdag, ik vind het best. Wat maakt mij eruit? Er staat in het Nieuwe Testament. Geen ruzie maken over de Sabbat. Maar als we het dan hebben over een collectieve Sabbat, dan doen we dat op de Sabbat. Uit respect. Punt. En de Sabbat gaan doen vanaf zondagochtend is uitermate respectloos. Naar de christenen. Die graag willen geloven in een Christus die zei, ik ben de vervulling van de wet en de profeten. Ik ben geen weerlegging. Hoe kom je erbij? Ah, het moest me even van het hart. Maar dat komt ook door die term van protestantisme. Dat roept zo'n protestgevoel op. En ik ben helemaal niet de anti-katholieke kerk. Dat is gewoon onze straf. Punt. En ik zit in dezelfde soepzooi als jullie. Dus niet zeggen van, ja, Piri gaat altijd alles goed. Nee, joh. Ik kijk naar de vogelen van het veld en ik denk, nou ja, die maaien niet, die zaaien niet. En ze doen de hele dag vrolijk. Nou, dan zal ik dat ook maar doen.
Dat zou je uit moeten doen. Nou, een christen worden. Dan zie je die soepzooi in je omgeving en denk van ja, het was nooit echt veel beter, hè? En er bestaat niet zoiets als, ik ben heel erg tegen Babylon geweest, dus nou is het de strijd gewonnen. Nee, kom je erbij. Dat is helemaal niet wat God van je wil. God wil dat jij Babylon draagt als straf. Je hebt in een keer een patat met mayonaise en hondenpoep besteld. En dan zou je het opeten ook. Dat is wat God van je verlangt. En dan de volgende keer wat anders bestellen, dacht ik. In plaats van dat wat je eigenlijk niet lust. Dat is alles. God bedoelt het goed. Dat kan niet anders. Dat toch? Want als dat niet zo zou zijn, dan kunnen we allemaal naar huis. En ik hou liever van negatieve dingen. Oh, volgens mij is de strijd helemaal verloren. Dus, iedereen is idolatristisch en allemaal vrijwillige castraties en ik zie er geen gat meer in. Ga wel weg. Mietje. Jij hebt nooit protestant hoeven te zijn. Het enige wat van jou verlangd werd, is dat je begreep wat Christus zei. Toen hij zei, dit is mijn lichaam, had hij het over brood, hè, en dit is mijn bloed. Dat. En dan het liefste, dat je dat begrijpt vanuit je eigen. En niet het een of andere sukkel in een jurk dat gaat lopen vertellen met hoe het precies in elkaar zat. Want je kan dat zelf toch wel begrijpen. Is dat echt te moeilijk? Nou, dan moet je nog maar meer brood en nog maar meer rode wijn dan elke sabbat voor straf. Net zolang dat je het begrijpt. En denk een beetje om de kwaliteit van je brood. Het zijn beperkende voorwaarden, maar dat betekent niet dat het niet lekker hoeft te zijn. Want je moet er een dikke buik van kunnen krijgen. Dat hoort bij brood. En van die wijn moet je dronken kunnen worden, want dat hoort bij wijn. Goede wijn, goed brood. Elke zaterdag, vanaf nu, tot en met de herfst. En dan zien we wel verder. En ook de kinderen. AUB. En als die kinderen niet zoveel wijn op kunnen, dan krijgen ze maar een klein stukje brood. Met een heel klein beetje wijn. Dat is de sabbat vieren. Dat is respect hebben voor dat wat er gebeurd is. Snap je? Namelijk, God heeft zijn enige geboren zoon geofferd voor jouw ongelofelijke smeerlapperij waar we het niet meer over gaan hebben. Maar erg fraai was het niet, of wel? Nou dan, nou je mond houden en brood eten en wijn drinken. En morgen moet je aan het werk, op zondag. Dat is de christen. En wij christenen zeuren niet over de joden en hun leugens. Want wij kijken niet naar de splinter in andermans oog, terwijl we moeite hebben om voorbij de balk in ons eigen oog te turen. Dat is het toch? Nou dan, protestantisme, ze kunnen aardige mensen tussen zitten. Waarom niet? Maar die vind je overal. Ook onder daklozen. Dat is niet waar het om ging. En waar het ons christenen om gaat, is dat wij het vervolg zijn van Christus. We zijn volgelingen van Christus. En ons codewoord is, ons geheime woord, iets wat alleen wij kennen, dat heet de trooster.
En een andere rol heb jij niet. Wen er maar aan. Net als met het ijskoude water van het diepe zwembad. Eén keer door en dan wen je eraan. En is het water nog warm ook. Dat is je deal. Meer niet. En wat is troost bieden? Nou, dat begint met goed luisteren. Punt. Je moet goed luisteren naar iedereen in jouw omgeving. Vooral degene waarvan jij kan vermoeden dat ze afhankelijk zijn van jou. En in de mate waarin die mensen afhankelijk zijn van jouw goedheid, moet je goed naar ze luisteren. Punt. En dan begint de grote denkfabriek. Maar wat is er nou gezegd? En daarbij geldt als regel, verifieer wat je denkt dat er gezegd is. Klopt dat wel? Erg belangrijk bij de troosten. Verifiëren. En dan als je geverifieerd hebt wat iemand die getroost moet worden gezegd heeft, en je weet dat het waar is, dan ga je nadenken over het antwoord. En dat antwoord is uit medelijden. Want je begrijpt dat iemand een probleem heeft. Er is een pijn, er is, maakt niet uit. En je gaat nadenken over vragen die je hebt. Niet of je het goed begrepen hebt, want je hebt het al goed begrepen. Maar je gaat vragen naar dit en naar dat en naar zus en naar zo. En dan gaan die luie hersencellen van jou een keertje aan de slag. In plaats van dan alleen maar een sudoku op te lossen met maar 3 cijfers. Wat ook een goede hersentraining is. En liever ziet God dat jij de trooster bent. In je naaste omgeving. Want dat is hard nodig. Want wij hebben die katholieke kutkerk uit de hand laten lopen van hier tot Tokio. En dat is onze eigen stomme schuld. En dat maakt niet uit. Het is onze eigen stomme schuld, dus wat maakt het uit? Echt niet. Het maakt niet uit. Het maakt niet uit voor jou niet, het maakt niet uit voor mij niet. Je kan zelfs blij zijn met het feit dat er zoveel fout is gegaan. Dan maakt het voor jou alleen maar makkelijker om het wel goed te doen. Ken je die mop van die Jood en die kwam in de hemel en die was vervloekt? Want iedereen deed het goed en hij niet. Vind de mop en het is waar. Beter leef je in een wereld met sukkels. Dan val je niet zo op. Dan maak je zorgen om je eigen karma. En wees geen protesteerder. Accepteer het. Accepteer je straf. Het koninkrijk der hemelen is onder handbereik. Het koninkrijk der hemelen is dat wat de hand uitstrekt naar jou. Net zo goed. The kingdom of heaven is at hand. Het is een hand. Het is een jota. Die komt naar jou. Die is heel dichtbij. Dat moet je beseffen. En je moet deel gaan nemen in dat wat nu de fase is. En die fase is van de trooster. Voor de rest geen gezeik over illuminatie en de katholieke kutkerk en al die verkrachte kinderen en zo. Dat is uiteindelijk geneutel in de ruimte. Het is zo.
Maar voor idolatrie komt sodomie. En voor sodomie komt niets dan ellende. En wij hoeven de ellende niet te specificeren. Het is niet onze taak. Onze taak is om orde te scheppen, om schoon te maken en om te troosten. En een ieder die er niet aan meedoet, is een dat is een salonsocialist. Uiteindelijk een hardvochtige eikel. Punt. Het is toch wel fijn om te weten, of niet? Dat dat wat jij moet doen zo ongelooflijk eenvoudig is. Je moet goed luisteren. Ben jij een vrouw en je bent getrouwd met een man en het was zo'n spring in het veld en elke dag vrolijk en je moest om hem lachen en de laatste tijd is het een burgermannetje verregend onder een paraplu met gaten. En hij zeurt tegen jou dat hij zo koud is en... Wat doe je dan? Even tegen jou als vrouw. Je man doet helemaal niet meer romantisch tegen jou. Het is een zeurpiet geworden. Wat doe je dan? Ik laat een pauze vallen, met opzet. Wat doe jij dan? Als vrouw. Wat is jouw aard? Ga jij hem troosten? Doe het voorzichtig. Ga niet over grenzen heen. Troost je hem niet, dan hoor je er niet bij. Punt. Dan was je hem niet waardig. En dan heb je vrouwen en die worden mishandeld door een man. En die zien hetzelfde. Die zien dat die vrolijke, attente man, die mishandelt haar nu. Ja, dat is een tweede. Wegwezen. En heb medelijden met die man die jou moet missen. Dit is wat ik zeg, zuster. Dit is wat ik moet doen. Dit is wat een mens moet doen. Dit is wat Christus wilde dat wij zouden doen. Laat het goed op je inzinken. En kijk sceptisch naar je eigen leven. In deze tijden van corona. En allemaal mensen zijn bang dat ze sterven aan. Terwijl ze bang moeten zijn om te sterven. Ja, toch? Want wie kan er nou sterven? Anders dan degene die niet eeuwig leeft. En jij bent het toch die eeuwig leeft? Nou dan. Daarom kon Christus zeggen, dit is mijn lichaam, dat brood. Van die wijn kon hij zeggen, dit is mijn bloed. Zo één was Christus met ons. Wij aten hem op. Wij dronken hem op.
Gedenk dat. Maak het heilig. En gebruik goed brood. Geen brood met opsmuk, crème, gewoon brood, brood. Je weet hoe het moet. Die graskorrels malen, water erbij en bakken. En ja, dat smaakt ergens naar. En proef dat. En die wijn idem dito. Geen ratsenfratsen, geen sulfiet, geen muikcreme, niks. Wijn, wijn. Van druiven, weet je nog? Van Noah. Dat spul. Brood en wijn. En gedenk dat moment waarop Jezus dat zei. En word ademloos. Zwijg tijdens dat je dat brood eet en die wijn drinkt. Daar horen geen woorden bij. Een goeie, hè? Nou, dat ging dus over de coronacrisis en... We hebben hierover gehad, de Sabbat. En het laatste avondmaal. En dat zijn allemaal dingen die jij positief kan betrachten. Geloof me. Jij bent de trooster en je leeft. En ik zeg dan ook nog halleluja. Want die Mohammedanen, die weten ook wat halleluja. 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 Prijzen zij God.